Welkom, goed dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Marco van Beek Premium Cars en Car Service. In video 2 van 2022 ga ik jullie onder andere 4 nieuwe binnenauto's laten zien. We hebben een aantal auto's verkocht en we krijgen ook weer auto's nieuw binnen die nog niet eens op locatie zijn. Kortom, heel veel meer moois en we beginnen met deze prachtige BMW 8-serie 850i Grand Coupé. Ik sta hiernaast misschien wel het allermooiste model wat BMW te bieden heeft. BMW 8 serie Grand Coupé 850i, 532 pk, uiteraard voorzien van xDrive. De auto komt uit 2020 en heeft slechts 31.000 km gereden. Echt een prachtig exemplaar. En hoe moet die dan uitgevoerd zijn? Natuurlijk helemaal compleet. Onder andere voorzien van een carbonpakket aan het exterieur, 4-wielsturing. Aan de buitenkant ook Shadowline uitgevoerd, dus alle sierlijsten zijn voor de rest zwart. Groot glazen panoramadak, maar ook sluitbekrachtiging. En noem het zomaar op, dit prachtige exemplaar met een 4x4 liter V8 heeft het allemaal. Als de buitenkant compleet is, dan is meestal de binnenkant dat ook. Bij dit exemplaar is dat hetzelfde verhaal. Prachtige M Sport performance stoelen met stoelventilatie en uiteraard stoelverwarming. Alles daarnaast voorzien van navigatie professional. Groot glazen panoramablak, zoals ik net buiten ook al zei, maar ook een Alcantara hemelbekleding. M-Sport stuur met adaptieve cruise control, stuurwielverwarming en ga zo maar door. De glasapplicatie hier in het interieur maakt alles helemaal af en maakt dat een hele chique coupé die eigenlijk in alles voorziet. Welkom. Een van de exemplaren die ik jullie vandaag wil laten zien is onder andere deze prachtige Audi e-tron Sportback 55 Quattro. Vorig jaar zijn we gekroond tot de koning in de Audi e-trons. Aan het eind van het jaar zijn we meer van de Audi e-tron Sportbacks gaan leveren. Dit is een van de eerste van het jaar 2022. Wat is dit voor exemplaar? Een hele mooie complete. Deze auto komt uit 2020, heeft slechts 33.000 kilometer gereden. En volledig zwart op zwart op zwart. Denk dan aan zwarte logo's, maar ook alle sierlijsten zijn volledig zwart. Door het originele Black Optic, ofwel zwart optiek pakket. Vele opties, grote 23 inch lichtmetalen wielen. En ook nog eens die mooie oranje e-tron remklauwen aan de buitenkant. Als we dan doorlopen direct naar de achterkant, dan zien we mooi die doorlopende ledverlichting aan de achterkant. Wat eigenlijk de Audi e-tron kenmerkt. Dan de Sportback met een wat aflopende coupé-lijn, prachtig exemplaar. Zoals ik al zei, van 2020 en iets speciaals wat wij toevoegen is het importeren uit Duitsland. Waardoor we de nieuwprijs voor het Nederlandse kenteken heel aantrekkelijk kunnen maken. En de auto zakelijk gezien nog aantrekkelijker kunnen leveren. Als er vragen over zijn, dan hoor ik die uiteraard graag. We helpen graag met het maken van de beste beslissing. We zijn inmiddels aangekomen bij de binnenkant van deze prachtige Audi e-tron. Wat valt dan op? Wat hij eigenlijk altijd moet hebben zijn de RS sportstoelen, zwart leer met witte stick, wat hem helemaal afmaakt. Voor de rest is dit exemplaar uiteraard voorzien van een groot glazen panoramadak, hier goed boven mij te zien. Bang & Olufsen Surround Sound geluidssysteem, het beste wat er leverbaar is in een Audi. Audi Adaptive Cruise Control, we hebben ook de uitgebreidste sfeerverlichting door allerlei gave kleuren door het interieur heen wervelen. Uiteraard is dit een S-Edition en een S-Edition kenmerkt zich door een S-Line interieur en een S-Line buitenkant. Door de auto nog sportiever oogt, helemaal met jouw afwerking die ik net heb benoemd aan de buitenkant, is het exemplaar iets en echt één uit duizenden.
prachtig exemplaar. Ik vergeet vast opties, maar die laten we graag nog even zien. We komen eigenlijk even aan in onze werkplaats. Want ik heb hier een hele mooie Porsche Panamera 4S Sport Turismo binnengekregen. Origineel Nederlands geleverd. Een hele gaaf blauw metallic kleur. Vrijwel alle opties, weinig kilometers. En echt uniek. Binnenkort meer over deze prachtige Porsche Panamera. We gaan nu een rondje doen in de rest van het pand. Ik ben natuurlijk, zoals jullie misschien al is opgevallen, meer zelf gaan filmen. Maar mag ik ook zelf bepalen, hè? Want Wesley bepaalt dan niet. Maar ik, wat we allemaal gaan filmen. Dus we doen er ook een rondje door de zaak mee. En wat wil ik dan laten zien? Auto's die we ook hebben verkocht. Zoals deze prachtige Mercedes-Benz GLE 53 AMG. Hij gaat richting Amsterdam, een 53 AMG Coupé van 2021 met slechts 16.000 kilometer. Volledig zwart op zwart. Prachtige uitvoering. Maar niet getreurd, want we krijgen nog een hele mooie binnen. Ook een 2021 GLE 53 AMG Coupé. Dan stelen niet grijs met een naaipakket. Carbon interieur. En vergelijkbare opties zoals een groot glazen panoramadak. Adaptieve cruise control. Eigenlijk de opties die je moet hebben. Elektrisch stelbare stoelen met geheugen. Dus dat is iets wat heel gaaf is. Maar uiteraard hebben we meer verkocht. Zoals ook deze prachtige Dodge Ram uit 2015. Zeer, zeer gaaf exemplaar. Een 1500 pick-up. Dus met een grote 8-cilinder. Veel pk's. Woeste auto. Een Laremi uitvoering als ik het goed uitspreek. Veel opties. Stoelventilatie. Schuifkanteldak transparant. Heel mooi exemplaar. En is wel leuk. Gaat richting de blessen. Dus hier een klant in de buurt. Heel erg blij gemaakt. Wij van Mark van Make Premium Cars en Car Service staan natuurlijk bekend uit het mooie en misschien wel het mooiste uit het oosten. Dan denken we natuurlijk direct aan Duitsland. Duitse premium occasions staan hier breed aangeboden. Hier heb ik weer een prachtig exemplaar voor me staan. Een 2021 BMW X5 45e. Voor de persoon die nog houdt van de 3 liter 6-cilinder benzine. Maar ook een klein stukje elektrisch aandrijven die toch 50 tot 60 kilometer reëel elektrisch bereik heeft. Ja, wat moet hij dan zijn? Liefst zwart op zwart. M-Sport pakket. Groot glazen panoramadak. En performance stoelen. Weinig kilometers. In een prachtige staat. Zie hier. Toen ik net buiten stond, had ik het natuurlijk al over alle opties op dit exemplaar. Zo'n BMW X5 45e moet gewoon goed in zijn opties zitten. Dat is bij dit exemplaar uitgebreid en ruimschoots gelukt. Prachtige M-Performance. Uitgebreid verstelbare comfortstoelen, hele mond vol. We zien het hier al in het M-logotje. Zijn er niet heel veel, maar wat geeft het een prachtige uitstraling aan de auto. Voor de rest uiteraard de opties die je moet hebben. Zoals hier op het stuur, adaptieve cruise control met alle bestuurdersassistentiesystemen die je moet hebben. Hammerkanon geluidssysteem, alom leder, mooie lederen, dashboard, groot glazen, panoramadak. Stoelventilatie, voor als het in de zomer wat warmer wordt. Mooier wordt het niet. Bij ons nu te koop. Welkom! Zo, na het rijden met onder andere de 850i Grand Coupé en de presentatie van een stuk of 3-4 auto's die we nieuw hebben binnengekregen, een rondje door de zaak en nog veel meer moois, zijn we weer aan het eind gekomen van onze nieuwste video. Ik wil u weer bedanken voor het kijken. Like ons op Facebook, volg ons op Instagram, abonneer uiteraard op YouTube als jullie op de hoogte willen blijven van nog veel meer moois. Er zijn uiteraard beelden van een G Brabus 700 voorbij gekomen. Wellicht komt die nog veel meer voorbij. Zoals zo gaat, dus vindt iedereen super gaaf. Bedankt weer en op naar de volgende. Hoi!